Wat een voorstelling. Ik weet het niet. Het is een verrassing. Ja. Oké. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Ik vind het wel heel erg bijzonder en heel erg fijn dat jullie met zoveel kinderen gekomen zijn. Ja? Mijn naam is Wijnand en ik vertel verhalen. En ik ken een heleboel verhalen. En vandaag dacht ik, gezien het weer, het is een beetje waterig buiten, hè? Het regent veel de laatste dagen, dacht ik doe verhalen over water en wind. En als je allebei hebt, zit je soms tussen het water en de wind. Zo heet de voorstelling. En dat zijn allemaal verhalen die ik ga vertellen. Ik ga kijken tenminste of dat lukt. Ik ga kijken of jullie goede verhalen, verzinluisterkinderen zijn, die naar de verhalen kunnen luisteren die ik ga vertellen. U bent? Ik ben Wijnand Stomp. En u bent verhalen vertellen? Ik ben theatermaker, verhalen vertellen, trainer. En doet u dat al lang? Volgend jaar ben ik 25 jaar beroepstheatermaker. Maar nu vertel ik verhalen omdat ik erachter ben gekomen dat dat mijn missie is. Dat het mijn roeping is om mensen te leren en elkaar te blijven vertellen. Want daar kan je heel veel in kwijt. En ik vertel over heel veel culturen, omdat ik ook uit veel culturen ben samengesteld. Dat gaat van Afrika, Caribe, Suriname, China tot Nederland, Spanje. En daarin kan ik, weet ik als een van de mensen dat je uit zoveel mensheden bestaat dat je elkaar niet kan haten. En verhalen kunnen daar heel veel over vertellen. Want hoe meer je over een andere cultuur weet, hoe rijker je bent. Verhalen. Gewoon verzin verhalen. En mijn oma zei altijd, als ik een verhaal vertel, niet goed doe, moet je wel met drie oren luisteren. En ik zei ook, toen ik net zo groot was als jullie, zei ik, Hey oma, check it out. Eén oor. En dat is twee oren. Ik heb geen drie oren. Ik heb geen drie oren, ja. En toen deed oma, pats, oh. En zei, oma, je bent vrijpostig, hoor. Ik zal je uitleggen hoe je met drie oren luistert. Ja, oma. Vroeger voelden de oma's nog wel beter op dan nu. En oma begon en zei, je moet je ogen zo groot maken als je kan. Want als je ogen ook groot maakt, wat kan je dan heel goed? Alles. Maak me niet in de war, hè. Ik heb het er zelf al zo moeite mee. Met je ogen kun je heel goed zien. En als je oren op luister scherp zet, dan kan je alles horen. En dan heb je drie ogen. En heb je, en de derde, dat is het geheim van de smid, dan moet je je machine gebruiken die bij de mensen, normale mensen dan, onder hun haren zit. Hoe noem je die machine die daar zit in je hoofd? Ja, jullie weten ook alles. Jullie zijn echt de goede verhalen verzin, kinderen. Dat zijn je hersens, want met je hersens kan je alles goed onthouden. Zodat je niet voor de gek gehouden wordt. En dan zat ik altijd klaar. Als oma een verhaal ging vertellen, ging ik er zo voor zitten. Ja. En ik dacht, kom maar op. Ik neem alles tot me. En dan zei oma Wena, je kan beter je mond sluiten, hoor. Want anders kan er zo een mug naar binnen vliegen en die prikt je op je tong. En heb je zo'n dikke tong. Of er komt een vlieg zo, die schiet je keel in. En het allerergste vond ik als oma zei, of er komt zo over de grond. Terwijl je met je mond wagenwijd open staat, over je lijf gekropen, langs je nek en je kin een kakkerlak daarin. En dan deed ik zo. En ik zei niks meer. En dat wilde oma ook. En dan begon ze te vertellen. Al die verhalen over dit en dat en zus en zo. Is daar iemand? Yes.
rivier voor zijn deur aan het stromen was. Hij kneep zijn neus dicht en dook voor de ogen van de jaloerse vrouw het water in. En voor de ogen van de jaloerse vrouw veranderen de koning in een nijlpaard. De jaloerse vrouw wist niet wat ze zag en ze huilde dikke tranen, want ze wilde haar geliefde man niet kwijt. Ze had zoveel van hem gehouden en ze huilde en biggelde tranen over haar wangen. En toen dacht ze, wat de heck? En ze sprong in het water. Wat vond je er zo leuk aan? Over een verhaal over krokodil. Zo'n mevrouw die in een waterplas is gevallen die vet was. En ze is in een krokodil veranderd. En waarom vond je dat zo leuk? Omdat zo'n vrouw van vet... een vet van een stier is een vrouw geworden. En die mocht wonen in een koninkrijk. En de moeder zei nog van haar, ze mag niet bij het licht of bij het vuur. En dat vet vind je wel leuk? Ja. Ja, heel leuk. En die meneer vond je het ook wel leuk vertellen? Ja. Ja. Hij deed het goed, hè? Ja. Wat vond u van de voorstelling vanmiddag? Ik vond het heel bijzonder. Het was een clubje van 30, 40 kinderen, denk ik. Maar het was heel intiem. En daardoor kon ik gewoon heel dicht op de kinderen en heel erg met hun spelen. En ze reageerden gewoon heel erg direct. En een uur lang verhalen luisteren, drie verhalen, dat is voor kinderen heel moeilijk met een spanningsboog van 10 minuten. Maar ik vind het altijd, ik heb daar mijn trucjes natuurlijk, mijn technieken voor. Maar altijd een uitdaging om